Vandaag gaan we laten zien hoe u hartige merengues kunt maken op basis van eiwitpoeder. Voor het maken van de merengues gaan we eigenlijk alle ingrediënten met elkaar vermengen. Omdat we werken op basis van eiwitpoeder, moeten we wel zorgen dat het goed door elkaar gemixt wordt. Zullen we het nou laten zien met bietensap? Daar gebruiken we 2 deciliter van. Je kunt in principe elk soort vocht gebruiken. Als het maar geen vet bevat uiteraard, want anders kunt het niet opslaan. Als u de massa een nacht over in de koelkast hebt laten staan, zult u zien dat het eiwitpoeder eigenlijk al een klein beetje is opgesteven. En dat betekent gelijk dat we het heel mooi kunnen opslaan. Wanneer de massa goed is opgeslagen, kunnen we de machine uitzetten. En dan zul je zien dat je eigenlijk enorm veel lucht hebt gekregen te danken aan het eiwit. Wanneer ze 1 keer gedroogd zijn, dan kunnen ze uit de machine. Dan heeft u echt werkelijk hele mooie droge merengues, in dit geval van bietensap. Deze merengues zijn perfect te gebruiken in voorgerechten, nagerechten of bijvoorbeeld in combinatie met kaas.